Deze beschouwing. Die gaat over wetenschap. Ik weet nogal wat van wetenschap. Ik had altijd hoge cijfers voor de beta-vakken: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie. Op de HAVO was dat. Toen ben ik VWO gaan doen. en toen werd wiskunde. dat werd wiskunde 1 en wiskunde 2. Maar voor de rest hetzelfde: natuurkunde, scheikunde, biologie. En Nederlands en Engels, dat was verplicht. Dus dat kon je niet kiezen. Engels, ja, dat, dat kan ik uh, verstaan. Ik kan het niet vloeiend spreken. Maar ik doe wel eens uitzendingen in het Engels. Ik kom er wel mee weg hoor. Hij kan het prima verstaan. En Nederlands, ja, dat is mijn moedertaal. Dat gaat allemaal uitstekend. Maar dat wetenschapsgebeuren met mij, dat, dat zit wel snor. En na dat VWO ben ik uh, landbouwhogeschool gaan doen in 1978. Daar heb ik acht jaar lang acht jaar over gedaan. Maar tussendoor ook gewerkt, moet ik erbij zeggen, ik heb niet lopen landen fanten. Want je kon het in principe in zes jaar um, voor elkaar krijgen. Maar dan moet je wel in één keer doorrousen en dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb baantjes gehad. En ook toneel gespeeld en daar nog wel meer dingen gedaan. In bandjes gespeeld. Leuke tijd gehad. En mijn studierichting daar was Milieuhygiëne en dan als specialis specialisme, specialisatie, luchthygiëne en verontreiniging. Daarin afgestudeerd met als tweede afstudeervak informatica. En toen ik klaar was met mijn studie, toen was ik 26, toen dacht ik flip, ik weet het nog steeds niet. Ik had echt heel veel vakken gekregen hoor. Want uh, ja, toxicologie, ecologie, uh, plantkunde, dierkunde, organische chemie, anorganische chemie, colloïdchemie, meteorologie. Uh, ja, natuurlijk uh, luchtverontreinigingsvakken. Uh, de wereld man. Door Het onzekerheidsprincipe van Heisenberg. Dat was examenstof. Het was niet dat je die matrix uit hoefde te schrijven. Maar er kwamen, ja, je kon daar vragen over verwachten. En nou, dan was ik klaar met de studie. Ik denk: Ja, dat is even een mooie boel. Ben je wel fijn ingenieur, dus IR. Maar ik, ik snapte nog steeds niet uh, waar de wereld nou vandaan kwam. En hoe die in elkaar zat. Dus toen ben ik verder gaan uh, studeren in mijn vrije tijd. Gewoon de boekhandel in. En ja, boeken uitzoeken op titel en achterflap. Van oh, dit is dan misschien wel interessant. Zo'n man. En die heette Bruno. Huppeltje Pup. Dat bleek achteraf dan een wetenschapsfilosoof te zijn. Ja, dat wist ik toen nog niet. Dan ging het over de aard van wetenschappelijke ontdekkingen. Dat, wetenschap, dat grote wetenschappelijke ontdekkingen. die worden ja, bij toeval gevonden. en niet volgens een vooropgesteld plan. Maar er wordt opgestoten. Van hey, wat is dit nou? En dan, en dan komt er weer een doorbraak. Maar die doorbraak kan je dus niet forceren. Dat was de these van die meneer Bruno Huppeltjepub. Jammer dat ik zijn naam niet meer weet. Ja, toen was ik dertig, toen ik dat soort dingen las. Oh ja, Frank Tipler heb ik gelezen. De, de natuurkunde der onsterfelijkheid. Of natuurkunde der onsterfelijkheid. Dat heb ik gelezen, ik dacht op het Engels en Engels. Physics of Immortality. Leuk boek, goed geschreven. Onderhoudend geschreven. Zo. Oh ja, en in die tijd, ik weet niet of je dat kent, uh, het werk van Hofstadter. Dat is een Amerikaan, dus is een Duitse naam, Hofstadter. Amerikaan Hofstadter of zo. Douglas R. Hofstadter. Zo'n uh, Bobo uit uh, Amerika. Zijn hoofdwerk heet Gödel-Escher-Bach. En hij hack nooit meer, ik ben, dat heb ik weggegeven of zo. Wat ik nog wel heb is zijn tweede grote werk, is Le Tombeau de Marot. Dat gaat over taal. Erg interessant. En ik wist nog steeds niks. Hè? Ik dacht, jou, ja, zit er nou, zit er nou. En toen was ik 38, 39, 39. En ik was bezig met het uitschrijven van een. Of, ja, het, ik, ik wilde iets doen met computers. Met software. En dan een eigen programmeertaal, een eigen programmeeromgeving. Alles helemaal standalone. Van, vanaf de, de, de chip omhoog. Tot aan het user interface. En dan gebruik maken van. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. En HTML. Dat wist ik toen nog niet, maar uiteindelijk ben ik daar naartoe overgestapt. En ik had kennis nodig over de aard van taal. En toen ben ik gaan studeren in Nijmegen bij de Katholieke Universiteit. En daar krijg je zo'n kanon aangeboden met van alles en nog wat. Daar zit ook wetenschapsfilosofie zat erbij en vandaar dat ik dus die Bruno... Wat is dat nou, zijn achternaam? Dat kan ook nog. Dat ik erachter kwam dat dat een wetenschapsfilosoof was. Ja. Maar daar krijg ik ook moderne filosofie. Ja, modern, dat is dan 19e eeuw, 18e eeuw. Daar begint de moderne tijd, de tijd van de verlichting. En daarvoor is het antieke. Nee, je hebt de middeleeuwse natuurlijk, de middeleeuwse filosofie en daarvoor de antieke. Antieke filosofie, dat is dan Aristoteles, en daarvoor voorafgaand Plato, en daarvoor voorafgaand Socrates. Maar ik zou zeggen Aristoteles, de rest kan je vergeten. Nou, Pythagoras is ook wel aardig, vind ik. Maar niet meer dan dat. Pythagoras heeft een van zijn studenten gewurgd. omdat hij een verkeerd antwoord gaf. Die student dan, hè? Dat wordt gezegd, maar dat alleen al wordt, van je, wordt gezegd. Dan... Ja, er was natuurlijk geen YouTube-film van, dat Piet dat gedaan heeft. Maar ja, het staat niet leuk op je cv, vind je. Arme student. Dat is dan over die filosofie. Je krijgt dus van alles krijg je erbij. Ook Kant... En Kant kwam een. Uh, Kant, he rocked my socks off. Ik heb het, het voorwoord bij de tweede uitgave van zijn hoofdwerk, Kritiek der De Kritiek van de zuivere reden, of de kritiek van het zuivere verstand, wil je ook zeggen. Het is ook kritiek op het zuivere verstand, eigenlijk. Met die mooie frase, en daarom moest ik het weten opheffen om ruimte te maken voor het geloven. Erg waar, en Kant heeft dat gedaan. Kant heeft duidelijk gemaakt dat het onderscheid wat wij zien tussen ruimte en tijd, dat dat iets is in ons. Terwijl wij denken: ja, ruimte, dat is iets anders als tijd. Aan ja, kant zegt, ja, het, dat is vanuit ons perspectief. Is dat zo? En in ons perspectief is het feit dat wij een, een kenvermogen hebben, hè? want deze discussie vindt alleen maar plaats tussen karakters, personen, individuen, entiteiten zoals jij en ik. Hè? Niet tussen twee bakstenen of twee uh, tackels. Bitboelterriers, naakslakken. Twee planten. Die doen het allemaal niet. Hè? Maar mensen wel. Mensen zijn ervaringswezens. En die ervaring doen wij op door een ervaringsapparaat. Je zou kunnen zeggen, een baksteen denkt wel, maar een baksteen heeft geen hersenen. Een baksteen heeft wel een wil tot bakstenerigheid, een wil tot zijn, maar een baksteen heeft geen hersenen. En wij kunnen, als wij iets observeren, ja, denk ik denk nou niet dat ik gek ben of zo, maar als wij iets observeren, dan kunnen wij ook eventjes opzij kijken, want hé, hey, hoe ziet het eruit van de andere kant? Letterlijk. Als je bijvoorbeeld een, bijvoorbeeld een beeld bekijkt in een museum, dan sta je recht voor dat beeld, maar dan is het ook verstandig om even een, een stapje opzij te doen en een beetje van opzij naar hetzelfde beeld te kijken en dan van de andere kant naar het beeld te kijken. En soms staat een beeld in het midden van de ruimte en dan moet je ook aan de achterkant even kijken. Nou, dat soort dingen kan een baksteen niet. En aangezien alle kennis begint met ervaring, heeft een baksteen dus geen kennis, want die kan niet ervaren. Ja, niet in de mate waarin wij kunnen ervaren. En het verschil tussen ons en een baksteen is ja, te groot om te beschrijven. Maar dan nog, wij hebben door ons lichaam, door onze materiële aanwezigheid, de mogelijkheid tot ervaren en daarmee tot het opdoen van kennis, maar die kennis die wordt begrensd door de mogelijkheid die ons lichaam biedt tot de ervaring. Die is dus niet oneindig. En zo heeft Kant het weten qua uh, autoriteit opgeheven door aan te tonen dat ons ja ons lichamelijke kenvermogen daar zit een wetmatigheid in en die noemen wij de wet van oorzaak en gevolg en dat is een wet die nemen wij maar aan voor het gemak want wij kunnen niet anders waarnemen dan dat dat zo is maar we kunnen die wetmatigheid niet bewijzen terwijl die Wetmatigheid wel valt in het domein van wetmatigheden die bewezen zouden moeten worden voordat je ze als waar mag aannemen. Dus als je zegt, oorzaken hebben een gevolg. Ja, nou, waar baseer je dat op? Oh, nou, dat heb ik altijd uh, Altijd is dat zo. Ja, maar altijd is geen garantie dat iets waar is. Uh, vroeger was het zo dat elke zwaan die was wit. Ja, totdat ze in Australië. Donkerbruine, schier zwarte zwanen tegenkwamen. En toen. Oeps. Oh, het is toch niet zo? Je hey, kan ook zeggen. Creaturen met een hart. Wezens met een hart. Die hebben ook nieren. Ja, dit is helemaal niet waar. Dat kan je wel zeggen, want dat geldt als je momenteel gaat kijken en je gaat die nare biologistische gewoonte overnemen. Dat als je iets ziet leven, dat je het gelijk als eerste maakt in de dood en dan ga je het opensnijden om te kijken wat erin zit. Dat heet dan biologie. Terwijl BIOS dat staat voor leven. De, de logos, de kennis van het leven, houdt in dat je als eerste gaat beginnen met die kikker even die, of een pad. En die, die ga je omleggen. Dan maak je hem dood en dan ga je. Ja, het is zo hè. Nou, als je dat momenteel doet, als je dus een levend wezen chop-chopt. En het levend wezen heeft een hart, ja, die heeft hij ook nieren. Dat is zo. Voor alle levende wezens geldt dat. Bij mijn weten Maar dat is een empiristische. Het is een waarheid dat je kan zeggen tot en met, het is vandaag 25 mei 2019. Hè? Tot en met deze tijd hebben alle wezens die een hart hebben, hebben nieren. Al dus vastgesteld door Perry Winkel en een ondertekend door de Verenigde Naties. Dat is dan een waarheid als een koe. De vraag is natuurlijk of wij niet één wezen over het hoofd hebben gezien. En de vraag blijft: want is er toch niet een wezen met een hart? Die geen nieren heeft. Of een wezen met nieren die geen hart heeft. Ja, je weet het niet. Je kan het niet bewijzen dat het zo is. Zoiets heet dus een. een, het, is een het is een synthetische uitspraak volgens Kant. Anders dan een analytische uitspraak. De uitspraak A kwadraat plus B kwadraat is C kwadraat, is waar voor zover het hier gaat om een driehoek in een plat vlak waarbij de hoek tussen A en B orthogonaal is. Oftewel 90 graden, oftewel een half pi. Ligt een beetje aan hoe je de gradenbogen uitdrukt. Een Kant heeft het netjes op een rijtje gezet. En als het ware de wetenschap op haar plaats gewezen. Van in je hand, of in je mand, hond. Woef, woef. De wetenschap weet niet alles. De wetenschap weet alles binnen het domein van de wetenschap. En weet niks van dingen als uh, moraal, bijvoorbeeld. Waar komt moraal vandaan? Waarom moeten mensen moreel zijn? Normaal mensen zijn uh, helemaal niet moreel. Want uh, oh, kijk maar naar nou, de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat is nog heel immoreel wat ze daar gedaan hebben. Ja, dat was bijzonder immoreel wat de paus heeft uitgevroten. in de Tweede Wereldoorlog. Jij haalt iedere keer de pauze erbij. Ja, dat komt omdat je iedere keer de pauze erbij moet halen. Anders begrijp je de geschiedenis niet. Wat je dan overhoudt, is een uh, verhaal van de geschiedenis. wat jou op school geleerd is. Was ook de pauze uh, altijd netjes. hoho, uh, ho, nee, de pauze heeft er niks mee te maken. Nee, nee. nee de pauze staat overal achter, weet je nog? Weet je wel, weet je niet. Wetenschap, daar gaat het om. En moraliteit, dat, dat kan je niet wetenschappelijk verklaren. Dat is vrij lastig. Dat kan je wel filosofisch, metafysisch verklaren. Dat heeft Arthur Schopenhauer gedaan. Maar wetenschappelijk niet. Dat kan je lekker vergeten. En de rest ook niet. Dus het leven kan je niet wetenschappelijk verklaren. Jawel, want Darwin... Nee, homo. Houd weg. Darwin heeft een beetje lopen zeuren over uh, verschillende vinkensoorten. Weet je, van die vogeltjes. En waren, vroeger was dat één en dezelfde soort vink. Maar uh, ja, toen ging die ene vink die ging dan uh, eitjes leggen op uh, eiland A. En daar waren heel veel uh, insecten. En die andere, die vink van dezelfde soort, die ging naar eiland B. En er waren geen insecten, maar wel heel veel besjes. Hahaha. En dus heeft Charles Darwin. het, uh, het, het is niet. Dat boek van Charles Darwin heet niet The Origin of Life. Sukkel. Dat boek heet The Origin of Species. En waar komt leven dan vandaan? Ja, daar weet de wetenschap helemaal niks over. Punt. Doodmoe word je van die Darwin eerste man. Die denken dat een of andere vent... die heeft op een oude militaire boot... want dat was de Beagle... Een onderdeel van de, van de Her Majesty's Navy. Dat was zo'n Navy boot, die had niks te doen. hebben ze die, die, die mafketel van een Darwin erop gezet, van de familie Darwin. De familie Darwin die stond onder dat satanistische regime. Die mochten alleen maar wipperen met uh, mensen van de familie uh, Wedgewood. Wedgewood is die hele dure familie, die hebben dat hele dure serviesmerk. Het meuk. mijn moeder die moest het al zo nodig hebben. Het kost een godsvermogen. Zijn mensen heten Eugenetica, dat is de business waar de familie Darwin in zat. En de familie Wedgwood. Dus het was dan besloten van hoger hand. Het is heel eng. Het is echt een rare lui hoor, die Darwin-jongens. En dat boek, The Origin of Species, dus de, de herkomst van soorten, dat schijnt geschreven te zijn door een oom van Charles Darwin. Zegt Ellen Watt van cuttingthroughthematrix.com. Nou, dan weet ik niet of Ellen Watt daar gelijk in heeft, maar het zou me niets verbazen. En trouwens, het gaat over de herkomst van soorten. Wat maakt mij dat nou uit? Het gaat over de oorzaak van leven. En daar heeft de wetenschap helemaal niets, 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 niets af. Helemaal helemaal niks. Ineens een vaag begin. Dus over leven heeft de wetenschap niets te vertellen. Punt. Het verste wat je nog komt is uh, wat... Uh, die man is een Nederlander, Jordan heet hij. Daar heb ik een nieuwsuitzending aan gewijd. En die heeft een boekje geschreven. De, pff, wat is de causaliteit van het leven of zo. Ja, de causale verklaring of zoiets van leven. Ik heb het hier in huis. Ja, en hij komt dan niet verder dan dat hij zegt, het is ongelooflijk. Op basis van experimenten dan. Hè? Als je bepaalde experimenten doet, je gelooft je eigen ogen niet. En je komt dan niet verder dan dat je stuit op dat er een onzichtbaar, onmeetbaar, ja, noem het maar een veld is. Wat zich manifesteert in materie. De dus materie. is ondergeschikt aan dat veld. Dus de moleculen, atomen. rangschikken zich naar de wil. van dat veld. Dus er is kennelijk in dat veld. wat je dus niet kan meten, niet kan ruiken. niet helemaal niks meer. Het enige wat je kan doen is kijken naar. Dat wat dat veld veroorzaakt. En wat het veroorzaakt, dat is leven. Dus dat veld heeft een wil tot leven. Het heeft een wil tot manifesteren. Op ieder denkbare manier. Of beter gezegd, elke manier waarop die wil zich manifesteert tot levend materiaal. is voor ons denkbaar. Want wij kunnen dat waarnemen. He, je hebt ook vissen met longen. En dat zijn geen zoogdieren, maar het zijn wel vissen met longen. Je hebt ook iets als axolotls. Met hele rare beestjes hoor. Je hebt vleesetende planten. Je hebt dieren en die hebben chlorofiel in de huid. Die kunnen CO2 reduceren tot koolwaterstof. Bepaalde kikkers kunnen dat. Die kunnen letterlijk zonnen. Net als een plant. En dus zich voeden met koolstofdioxide. Iets wat wij niet kunnen. Voor ons is koolstofdioxide, hebben we niks aan. Dat is toxisch, by the way. Niet bij die 0,03% die er nu in de atmosfeer zit... Ja, maar het gaat om 0,04 procent, oh we gaan versuipen, oh. Iedereen moet naar Arnhem gaan wonen, want uh, de Noordzeespiegel gaat stijgen. Nou, dat iedereen hier naar Arnhem moet komen, dat vind ik helemaal niet. Arnhem is al druk genoeg, het is helemaal volgestroomd met buurlanders. 30 procent hier in Arnhem, dat is buurlander. Als er ook nog een keer al die mensen uit Zandvoort komen, dan kan je hier wel inpakken. sta je helemaal in de rij bij de supermarkt. En het is nergens voor nodig. De afgelopen 50 jaar, dus wetenschap, is de zeespiegel bij het strand van Zandvoort, daar, hè, gestegen met 10 centimeter. Ja. Dus allemaal in paniek gaan raken. O, nou, toen Perry geboren werd, toen was uh, bij het strand van Zandvoort, was uh, de zeespiegel 10 centimeter lager. Ja, erg hè? Nou, 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 nou zeg. Het is nou 10 centimeter hoger. Ja, nou mooi zo. Ja, maar straks gaat hij 7 meter hoger worden. Oh. Oh. En waarom dan? Ja, dat heeft El Gore gezegd. Oh. El Gore heeft ook een geweldige villa gekocht aan zee. Ja, ja. Een beetje conflicterend hè, met de inhoud van zijn eigen boekje. <laughs> ja, het is gewoon een beschouwing over wetenschap. Ja, wetenschap is namelijk. Of voor Kant ook hoor. Wetenschap is. De, dat wat Kant noemt het ding op zichzelf, de DAS. Ding aan zichzelf. Hè. Ja, dat modificeert, dat rangschikt materie. En de materie eens gerangschikt. Ja, dat is onderworpen aan natuurkundige wetmatigheden. Punt. Ja. Het is allemaal uiteindelijk, dat zei Pythagoras ook... uiteindelijk gaat het om getalsmatigheden. En wij kunnen dat bestuderen... En dan vervallen wij in grote verwondering. In die mogelijkheid van die getalsmatigheden. Dat, die, dat daarbinnen dus alles. Ja, wat wij dan alles noemen. Ja, zich manifesteert. Hè? Precies in die verhoudingen. Ja, zoals de gulden snede. Om er maar één te noemen. Je hebt zo'n zo slakachtig beest. Is het nou een fossiel? Ik dacht het wel. Het heet een Nautilus. Dat is uh, conform de gulden snijden. Conform de recursie. De herhaling van hetzelfde. Die dan toch weer iets anders oplevert. Dat is Bizar, man. Maar het kan niks verklaren. Je kan niet verklaren wat de oorzaak is van leven. Je kan zien dat de oorzaak van het leven dat dat schoonheid oplevert. Als je die schoonheid wil zien, natuurlijk. Als je hem niet ziet, ja, dan zie je hem niet. Ik zie hem wel. Er is een antwoord gegeven op de vraag een, die een kind zich kan stellen: van waarom zien de blaadjes in de herfst, dan worden ze geel en oranje, rood, waarom is dat zo mooi? En het antwoord is, nou, dat komt door ons. Want wij hebben behoefte aan die schoonheid. En daarom ervaren wij dat als mooi. Vroeger was het bij ons normaal dat je in de herfst ging je naar buiten. En dan ging je blaadjes en, en van alles. Van die, van die eikeltjes. En, en dan maakte je een herfstvoorstelling in een oude schoenendoos. Nou is een reactie van iemand over Facebook, nee, dat is een marktplaats. <laughs> een slecht Nederlands, wat ik wel uh, irritant vind ik dat. Alleen ik zoek eentje werkt. Ik wou video van maken en dan weer wegdoen. Ik wou, ik zoek eentje werkt. Ik wou video van maken en dan weer wegdoen. Heeft er iemand te veel omgang gehad met mensen van buitenlandse afkomst of is die zelf niet echt geboren in Heroegelwaard? Ik wou video van maken. Het gaat hier om een computer. Hoe kan je van die computer nou video van maken? Weg maar. homo. Hij hey, bekiek het mooi. Ik heb dat ding trouwens toch al verkocht. Dat is ook weer wetenschap. Hè? Ik krijg mijn tientje straks en ik ben van het ellendige ding af. Het is alleen maar een stofvangertje. Wel die meuk mag weg, man. Het is een machine, want even uitleggen, het is een machine, die heb ik overgehouden. Het is niet tijd dat we nog werkten met eigen hardware. En tegenwoordig doe je dat niet meer. Je huurt een virtual private server. Dat is veel goedkoper. in de cloud zit je dan. En dan krijg je zogenaamde vier cores, of twee cores, of zoveel RAM... Het is alleen maar je, de begrenzing wordt verruimd of verlaagd of whatever. Veel veiliger. Die jongens van Hoosnet, dat is allemaal wetenschappen. Die Hoosnet, daar zit ik nou bij. Ja, die draaien dan, die hebben dan een of andere megalurische bak van een machine. Dan praat je rustig over een computer van etterlijke vierkante meters. En die hebben ze dan twee, drie dubbel uitgevoerd. Dus dat ding gaat helemaal nooit kapot. En daar hebben ze, maken ze 256 of 1024 uh, virtual private servers van. En die verhuren ze. Ja. Die dingen gaan nooit kapot. Ja, wat kan is dat dat hele systeem in de hands gaat. Maar ja, en dan wordt dat overgewapt. Hebben ze zo'n backup uh, facility? Dingels. Het is heel erg efficiënt. Dus eigen servers, ja sorry, dat, dat doe je niet meer. Veel te risicovol. Wat, ja, wat moet je er nou mee als je eigen server kapot gaat? En we ja. hebben dat gehad hoor. Word je niet blij van. En ik ben momenteel gestopt met, uh, met het echte commerciële ICT-werk. Ik ga wel door hoor, maar dan lekker in mijn eentje. In mijn hobby tijd, vrije tijd. En dan ga ik hier vanuit huis ga ik, uh, surfen. Dus ik zit nu nog even bij Hostnet, Maar zo dadelijk is het afgelopen. En dan ga ik hier thuis. Uh, een server inrichten. Kijk, maar dat is hobby. <laughs> Deze bak, dat is een 19 inch machine. Ja, wat denk je dat hij aan stroom vreet? Dan moet ik je hier dan. Nee, waar moet ik hem neerzetten? Ha, 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 ha. En die servers die ik heb. Ik heb een Banana Pie. <laughs> Geloof het of niet, maar de, die kan ik. Uh, uh, ja. Die kan ik gebruiken. Dat is wel een leuke server, toch? <laughs> en ik heb nog twee oude. Nou, zeg ik, ik heb drie oude laptops. Oh, die Macintoshjes. Ja, dat verbruikt bijna geen stroom. Hè? Die pleurt ik lekker in het stopcontact. Hard. Eentje dan. Ja, en als die dan kapot gaat. Ja. Yeah. Dus ik zorg voor een daily backup. Ja, dan ben ik wel een daily backup naar me. Ik heb een NAS. Ja, daar een daily backup naartoe. En mocht die dan eruit knallen. Ja, nou ja, dan heb ik de backup nog. En nog een andere oude Mac. <laughs> En als de Macs op zijn, ja, tegen die tijd koop je een Banana Pie voor 80 euro. Met 4 gigabyte aan RAM. Dat regelt wel een vriendje van mij. Ubuntu 16.04 erop. Meer heb ik niet nodig. Maar terug naar wetenschappen. Uh, ik was laatst op het internet weer eens. En er was een Duitse dame en die had het over de... Veel op zijn Duits allemaal. Het was één grote paniektoestand bij de wetenschap, want ze kwamen er toch echt niet uit. En dan denk ik, nee, ze zijn er nooit uitgekomen. Wat het zit je nou te ouwen? Zij is Duits. Nou, dat ze vrouw is, het, het, ik vind dat je dat niet mag opvoeren als... Uh, van nou, het is maar een vrouw. Het is maar een vrouw. Emotioneel tot in de dood. Nou. Ik vind dat je. Kijk, ook al ben je een vrouw, dan nog. Hè, vind ik dat je je moet houden aan de norm. Nou, en zij is Duits. Immanuel, zoals mijn dochter zal zeggen. wel neukende kant. Want mijn, mijn dochter is dan heel erg Amerikaans gaan spreken. Dus. Die zegt om de godkansen tijd zegt ze fucking of fucking. Dus Imane uh, wel fucking kant, om even om de taal van mijn dochter te spreken. En dat is ook een Duitser. Kijk, dat ik een taalbarrière had om imanen wel kant uh, te doorgronden, dat lijkt mij uh, logisch. Want ik ben een Hollander. Letterlijk Hollander. Ik ben geboren in een Bovenkerk, het onder Amsterdam. Dus ik ben niet eens een Nederlander, ik ben een Hollander. Maar zij is toch Duits? Zij had toch moeten weten dat de hele wetenschap. Dat het gewoon. Ja. Het is gehouden hoer in de ruimte. dat weten we toch allemaal al lang. En zij het nog een keertje. Ja, oh, wat is nu echt toe, Want uh, weet ik veel wat ze in CERN had gehoord. Wat ze daarna weer ontdekt hadden. En neem ze eens in CERN, hè? Dat is ergens in Zwitserland. ...hebben ze een cyclotron en uh, dat is een ding, uh, dat is, een, dat is een, een soort racebaan voor uh, atomaire deeltjes. En dan gaan ze, die laten ze in een cirkeltje, zo, steeds maar harder, 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 harder. En dan als dit heel hard in de rondte vliegt, dan uh, gooien ze een soort rangeerterreintje, met magnetische velden werkt dat, dat gaat dan open en dan knalt zo'n ding rechtdoor. Dus dan gaat hij niet meer rondjes draaien, maar plotseling doen ze zo'n dus klepje. Als, niet echt een klepje, maar dat gaat met een magnetisch veld. En, en dan vliegt hij uit de bocht, zullen we zeggen. En dan, pff, en dan knallen ze zo'n uh, deeltje keihard tegen een ander deeltje aan. En dan, dan knelt dat uit elkaar, en dan gaan ze kijken naar de brokstukken. En dan vinden ze dan een nieuw, het kleinste deeltje. Het heet dan het. Kleinste deeltje. Eén deeltje is het kleinste deeltje. Dat mag logisch zijn. Dus atomen. Dat hele woord klopt niet, want dat betekent ondeelbaar. Nou, we weten allang dat atomen hartstikke deelbaar zijn, die zijn al lang in flarden geschoten. Dus atoom betekent letterlijk ondeelbaar. A betekent niet atomeren, dat is snijden of delen. Het komt uit Grieks. De Latijnse vertaling van het woord atoom is in. En dan voor het splitsen, dat heet dividere. Of zo, divider of zo. Dus individu. Dus een atoom, qua inhoud van het woord, is gelijk een individu. Ik ben bijvoorbeeld een individu. Want als je mij in tweeën deelt, heb je geen twee perries. Dus ik ben een individu. Maar. Een waterstofatoom, dat is geen individu. Die kan je delen. Zo'n proton kan je kapotmaken. Daar zitten buzonen in of zo. Of muwonen, Of Higgs deeltjes. Zeg maar. Dat is dan het kleinste deeltje. Nou, wat ze dan willen weten is waar bestaat het kleinste deeltje uit? Ja, homo. Het enige wat je dan kan ontdekken is dat je een nieuw kleinste deeltje krijgt. En dan ga je lopen afvragen: ja, maar waar bestaat het kleinste deeltje uit? dat ja, is een herhaling van zetten. Bij het schaken houdt het in dat er sprake is van een padstelling. Als je bij het schaken drie keer achter elkaar dezelfde stelling krijgt. Oké, okay, allebei een halve punt. Dat is dus ook zo bij het hele CERN gebeuren. Want het kleinste deeltje, ja, wat heb je eraan? Dat zal je nooit vinden. De enige vraag is van uh, ja, hoeveel uh, mega, giga, tera, uh, pi, uh, elektronvolt, uh, ellende weet je op te wekken, en hoeveel CO2 kost dat wel niet, hè? om dan met een nog hogere snelheid het, het allerkleinst bekende deeltje te laten klappen en dan boom, boom, boom en dan kijken of je brokstukken vindt. Dan kan je er weer je eigen naam aan gaan uh, aan koppelen van dat periwinkeldeeltje of zo. Dan heb je een nieuw kleinste deeltje. Hm. Dat, 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 dat is gewoon twisten rondom uh, hetzelfde. Maar zij hadden het licht gezien hoor. Nee, de wetenschap zit nu echt in de knel. Want uh, we komen er niet uit. Kwamen we kwamen er helemaal nooit uit. Dat kan helemaal niet. Ze kunnen het leven niet verklaren. Nou, als je dat niet kan verklaren, ja, ga maar naar huis. Het enige wat je kan doen is een beetje spelen met Lego. Dat wil niet zeggen dat het slecht is. Goed. Maar neem ze iets als de theorie, de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein. Nou, die algemene nog even opzij, want die was niet van Albert zelf. Hè? Dat hele idee van de algemene relativiteitstheorie kwam uit de 19e eeuw. Dat was al lang voordat Albert in de luiers zat te poepen en te pissen. Maar dan die speciale relativiteitstheorie van hem. Ja, dat... Wat heb je eraan? Het heeft helemaal geen praktische toepassing. Dus is het een nutteloze theorie. En dan kan je zeggen, ja, maar het heeft een verklaring voor het feit dat het is zoals het is. Het verklaart het du van het is issendu. Van dat wat is, dat is op een bepaalde manier. En dat heeft Albert Einstein dan netjes uitgelegd. met zijn. Uh, relativiteitstheorie. Vooral te beginnen met die speciale. En gaat er weg. Want ik vlieg met de lichtsnelheid. Ja, ha, 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 ha. Dat kunnen we toch helemaal niet, man. Als de, de hemel omlaag valt. dan hebben we allemaal een blauw hoedje. Ja, ja. Ja, en dat weet ik zeker. Ja, ja, maar de hemel valt niet omlaag, weet je nog? Zoals sinds jaar en dag hangt de hemel daar wat wij uh, boven noemen. En wij zitten hier in het tranendal, omringd met uh, dat soort Duitse wetenschappers die nu denken dat ze de noodklok moeten gaan luiden over iets wat in 17. 81... al duidelijk was gemaakt... dat de wetenschap, dat is leuk... voor als je een bouwwerk wil maken. Uh, je wil een, uh, een nog snellere auto. Uh, je wil een lift die niet omlaag kan vallen. Die altijd per definitie... heel langzaam gaat, zodat je geen ongelukken krijgt. Ja. Daar is wetenschap handig voor. Hier in Arnhem wonen... ik weet niet hoeveel mensen... 100.000 of zo, 200.000, 400.000... Dat zit elke dag, 1, twee, drie keer per dag, gaat dat naar het kleinste kamertje. En daar een beetje lopen ontlasten. Waar blijft al die stront? Ja, als je hier in Arnhem door de straten loopt, en... dan zeg je nou, ik ruik helemaal niks. Ik ruik helemaal niks, nee. Maar al die Arnhemmers zitten wel te schijten, ja? Nou, die stront die verdwijnt keurig, die gaat hier in dit geval naar, in de buurt van Driel. Daar ruikt het ook niet zo fris in de zomer. Daarom is het ook bij Driel gedaan, in de zin dat het niet bij het centrum van Arnhem ligt. En ver genoeg van het centrum van Driel hoor. Dus niet te denken dat die mensen in Driel nou de bok zijn. Trouwens is er wel Driel, maar goed, er in de buurt. En bij Nijmegen, daar hebben ze er ook één. Daar ben ik heel veel geweest om de stank vast te stellen. Wetenschappelijk, by the way met een wetenschappelijke methode. Ik heb gezegd, die stank daar, dat valt wel mee. Maar het stinkt wel. Ik zou er niet willen wonen. Het stinkt wel als een hel. Als je daar vlak in de buurt woont. Ja. Maar om nou te zeggen dat er... Uh, ja, het aantal geureenheden per dinges... Nee, dat valt wel mee, maar ik zou die mensen die daar woonden, er ging het om, er waren zeven huizen van mensen en die klaagden. Want die hadden, ja, die woonden daar al sinds jaar en dag en dan ineens begint dan die watersuiversinstallatie daar te komen met al die stroom van al die Nijmegenaren. Ja, dat stinkt natuurlijk als een beerput. Ja, dat die mensen niet om gevraagd. Dan denk ik, ja, geef al die mensen een verhuisvergoeding en lulde verder niet over man. Nee, dan geven ze tonnen aan Haskoning, de koninklijke Haskoning. En dan komt Perrie Winkel. En die gaat dan even vertellen dat er niet echt sprake is van het overtreden van de wet. Ja. ja zielig voor die buurtbewoners. Maar ja, het waren maar zeven gezinnen. En ik had een leuke stage. Een beetje saai, maar. Ik moest stage doen. Dus. ...en Daar mogen ontdekken dat ik nooit van mijn leven zou willen werken voor de koninklijke halskoning. Dat is ook weer wetenschap. Alle kennis begint met ervaren. Ik denk mooi zo. Ik ga niet werken bij de koninklijke halskoning. Ik vond die stage al bijna niet te harde man. Shitje wat een werkomgeving. Geen mijn portie, maar een fikkie. Kijk, er is zoiets als wetenschap. Dat je netjes meet en dat je zorgt voor de riolering. En dat je ja, al die dingen in de gaten houdt. Dat ja, is wetenschap, dat is leuk. Dan kan je lekker toetsen. Laatst sprak ik een jongen en wat hij dan deed voor een bedrijf... is dat hun legde internet aan. Glasvezel. En dan pakten ze hele conglomeraties in één keer met een of andere superkabel. Dat is high-tech werk, man. Dat is wetenschappelijk werk. De wetenschap is wel degelijk heel veel waard. Maar het is geen verklaring van het leven. En van het zijnde. Want waarom zijn dingen zoals ze zijn? Nee, daar gaat het helemaal niet over. Je hebt zo'n Albert Einstein, die loopt te zeuren over iets met een. Met als je met de lichtsnelheid gaat reizen. dan gaat de tijd in elkaar krimpen of zo. Terwijl Kant heeft gezegd. van ja, het verschil tussen tijd en ruimte. dat is iets dat bestaat in onze geest en meer niet. En dan kan je zeggen. ja, dus volgens onze geest. gaat dan. Uh, de tijd gaat dan sneller. als je in de buurt van de lichtsnelheid komt. Dat moet wel, want anders dan, uh, kunnen wij het niet langer begrijpen. Dat ja, zal wel. Nou, we komen toch niet in de buurt van de lichtsnelheid, dus. wat lul je over? Nou, en die heeft die relativiteitsmeuk van Einstein, Albert Einstein, die heeft er helemaal geen enkel raakvlak met wat we dan noemen kwantummechanica of chromodynamica of al die bestudering van die atomaire deeltjes en subatomaire deeltjes. Die jongens van het kleinste deeltje heet tegenwoordig Piet. Er zijn twee totaal verschillende inzichten over hoe het issende is. valt niet te verenigen. En dan heb je ook nog die jongens van de snaartheorie. En die zien alles als... Uh, het, is, uh, het leven is een soort van uh, een muziekje of zo. Het, uh, het Met uh, staande golven. Echt verschrikkelijk ingewikkeld. Nee, dat slaat helemaal nergens op. Qua raakvlak met de kwantummechanica. En, en het gedoe van Albert Einstein. En zijn kornuiten. Het, het is een samenraapsel van ideeën, meer niet. En doe er wat nuttigs mee. En dat doen ze helemaal niet. Want bij CERN, wat heb je dan, man? Dat ze een nieuwe naam hebben voor het kleinste deeltje. En wat heb je eraan? Ja, helemaal niks. En een crisis in de wetenschap, ja, er is helemaal geen crisis. Er is alleen maar een crisis als je veel te veel verwacht van de wetenschap. Ja. Om mij even vrolijk te maken, ik, ik heb een huwelijk gehad. en ik verwachtte van die vrouw dat ze samen met mij uh, ja, arm in arm, hand in hand zou staan voor het gezin. Ja, die verwachting was veel te hoog gegrepen. Want zij had zoiets van, ja, ik ben een vrouw en ik ben, ja, mijn soort is uh, eeuwenlang, uh, generatieslang onderdrukt. En, en nou ga ik voor mijn vrijheid, hoor. En daarbij hoort niet dat ik uh, in de huishouding, uh, ja, ik ben je huishouder niet, zeg. Dat doe je zelf maar. Ja, daar stond ik elke dag af te wassen. Kijk, dan heb je dus een crisis. Maar dat komt omdat ik een te hoge verwachting had van die vrouw. En als ik geweten had en dat ook gewild had van, nou, ik wil een vrouw. En dat ik doe elke dag de afwas Ik doe zes dagen in de week het ontbijt maken. Ik zorg vier dagen in de week voor het warm eten. Ik doe alles eromheen met de bankrekening en het spaargeld. En overleggen met de gemeente als ze we weer zoiets waanzinnigs willen. En de woning, uh, volkshuisvesting bellen. Want er is een probleem in de tuin met de tuinmuur. En ik doe al die dingen. Ik zorg voor het meeste geld. Ik heb een zware baan van 50 uur in de week. En wat ik daarbij zoek. Ik zorg ook altijd voor de auto. En, en, en wat ik daarmee nodig heb, dat is een vrouw. En die gaat neuken met Jan en alle man. En die doet voor de vorm een beetje wat leuke dingen. die zij dan leuk vindt in de huishouding. Zoals uh, drie keer in de week uh, het warm eten maken. En dan de was. En dat was het dan. En dan gaat ze lekkere warm, uh, warme chocolademelk drinken met uh, Joris. En rode wijn met Piet. En blootjes roken met Gerard. En ja, en er hoort er ook een beetje seks bij hoor. Kijk, als ik dat gewild had als partner, dan was er helemaal geen crisis geweest. Ben jij hem af? Nou, en ik wilde dat helemaal niet. Hè. Die vrouw heeft mij erin geluisterd. Ja, toen kwam er dus een crisis. Maar bij de wetenschap weet je sinds 1781, door de heer Immanuel Kant, dat je van de wetenschap helemaal niet zoveel moet verwachten. Het is dus leuk gehouden hoer in de ruimte. Meer niet. Wetenschap is leuk als het gaat over de constructie van een vliegtuig. Of een, uh, ja, dat doe iets leuks met zonne-energie. Kijk, dan is wetenschap geinig. voor de rest niet. Ja, maf. Tja. Dat is dan de crisis in de wetenschap. Gewoon een te hoge verwachting. De wetenschap kan niet vertellen waarom leven er is. De wetenschap kan niet vertellen waarom moraliteit zo belangrijk is. De wetenschap kan niet vertellen waar materie vandaan komt. Uh, nee. Dat heb ik allemaal gehad. De wetenschap kan je wel vertellen dat als je uh, ammonia en uh, zoutzuur bij elkaar doet, dat je dan salmiak krijgt. En het smaakt lekker zout, is Het is van die dropsmaak. Dus een uh, salmiak maken, dat is niet zo moeilijk. Je hebben gewoon een fles uh, ammonia voor nodig en een fles zoutzuur. En die salmiak die komen er vanzelf. Dan heb je allemaal salmiak en dan moet je daarbij hebben iets van gelei. Is, vaak is dat van het dierenbotmeuk. Daar moet je nog meer bij doen. Iets van suiker moet erbij. Dan moet je het in kleine stukjes knippen en dan kan je het verkopen. Dan noem je het drop. Licorice op zijn Engels. Ja, dat is wetenschap. Ja. Als je aardbeien uh, plukt en uh, je doet er verder niks mee. ja, dan zijn ze na verloop van tijd totaal bedorven, prut, meuk. Maar als je zo verstandig bent om die aardbeien licht te koken. en dan uh, met een hele bak suiker erbij. dan blijft het heel lang goed. Ja, dat is wetenschap. Dan noem je aardbeien-sham. Vroeger maakten wij uh, bramensje. Dat wil zeggen, ik ging met mijn vriendjes en mijn zus uh, met een emmer naar uh, het Amstelveense bos. En dan laarzen aan en dan gingen wij uh, op die, die drijvende eilanden daar. Uh, en daar groeide de bramen, jongen, tegen de klippen op. En dan bramen plukken tot je de emmer vol had en dan terug naar huis op de fiets. En mijn moeder die uh, deed al die bramen dan in een groot vergiet en alles al die meuk eraf spoelen hè? en dan ging het in een grote pan. En even later hadden we bramenchem op de boterham. Wat lekker hoor. Die mooie diep paarse, bijna zwarte bramen. Dat is wetenschap. Dat is hartstikke tof, man. Kan je lekker eten mee maken. Daar kun je er van alles mee doen. Maar voor de rest moet je niet verwachten dat wetenschap iets gaat zeggen over het leven. of uh, het universum. of whatever. Het is niet voor niets hoor, dat onder astronomen. dus mensen die door telescopen omhoog zitten te kijken. naar uh, melkwegstelsels. Dat die bevangen raken van een besef van het bestaan van God. God. God zal me kraken. Wat een schoonheid. Dus die zien dus, die ervaren de aanwezigheid van God. doordat ze zitten te turen door een telescoop. Dat is ook precies wat Jordan zegt. Even terug te komen naar die causaliteit van het leven. of een causale verklaring van het leven. Hij zegt dat ook. Als je goed kijkt naar de fenomenen, en in het geval van Jordan dan, naar de biologie, naar de axolotl en andere beestjes, en plantjes. Als je goed kijkt naar die beestjes en die plantjes, dan raak je bevangen van, oh, op zijn Engels, hoe noem je dat op zijn Nederlands? Ja, dat is een ja, dat je een overweldigend gevoel krijgt. Dat je overweldigd wordt door de ervaring. Ik zoek even naar dat woord, maar het heeft iets te maken met acht. Dat je een hoge achting krijgt voor datgene wat achter of in of onder of buiten of... Hè? de werkelijkheid die wij dan ervaren, de objectieve werkelijkheid. Dat is de objectieve werkelijkheid die wij met de wetenschap kunnen bestuderen. Dat die veroorzaakt wordt door de werkelijkheid en dat de resultanten dus de objectieve werkelijkheid een dermate hoge mooie schone Aanwezigheid heeft. dat je dan denkt. God is goed. En dat je als het ware doorslaat. En terecht. Want God is goed. Dit weten mensen al heel erg lang. Hey, super bedankt voor het luisteren. Ja. En op zijn hamburgers. Sagi in traditionen. Tjus! Een dag lieve liefjes!